for a favor. I want you to find your plans and you do. Wrapped in golden chain. And I wonder, still I wonder, who stopped the rain. Namens al die mensen die ik spreek, maar ook persoonlijk, kan ik u zeggen dat we ongelooflijk trots zijn. Dat we in de stad, in onze gemeente, zoveel verschillende, zo rijk geschakeerd gezelschap van veteranen hebben. U bent bijzondere burgers. U heeft een hele belangrijke bijdrage geleverd aan de vrede elders. Aan de belangen van Nederland. Ik ben er heel blij om dat u in ons midden bent, dat u in onze stad leeft. Ik wens u voor vanavond uiteraard een hele prettige avond toe. Maar dat doe ik niet dan nadat ik een bijzonder iemand, en ik zei het al, ik vind u allemaal heel erg bijzonder, maar ik werd één iemand onder mijn aandacht gebracht. En dat is namelijk de oudste aanwezige veteraan hier. En dat betreft de heer Ton Dijkstra. Hij is op 25 juli 1925 geboren. In december 1946 kwam hij aan en uiteindelijk is hij 3,5 jaar op uitzending geweest. 3,5 jaar, zonder dat er een Hercules en een DC-10 nog eens een keertje heen en weer vloog naar Eindhoven. Zonder dat er met een satelliettelefoon met het thuisfront kon worden gebeld. Zonder dat er gemaild of geskyped kon worden. Heeft de heer Dijkstra 3,5 jaar in Indonesië, is hij 3,5 jaar onder de wapenen geweest. En als ik u vraag een applaus voor hem te hebben, dan hoop ik dat u ook voelt dat een applaus voor u allemaal is. Een applaus voor de heer Dijkstra. Van de afdeling waar ik vroeger bij zat, daar houden we 1 keer in de 2 jaar reunie. En dat is heel aardig, want dan zie je de oude collega's allemaal weer terug. Allemaal waar je samen mee in Nieuw-Guinea bent geweest. Maar dat vind ik heel erg leuk. En dit is ook een leuke bijeenkomst. En hier zitten ook mensen die in Nieuw-Guinea zijn geweest, maar ik weet niet wie allemaal. Oh, 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 oh. Er is geen man, geen man.